Ik heet je van harte welkom bij les 4, de Maastroommethode. Vandaag gaan we dus kijken naar wat de Maastroommethode inhoudt. Wat ik belangrijk vind om aan te geven is dat deze methodes worden geleerd om op verschillende manieren stromen uit te rekenen. Net wat jij fijn vindt, bijvoorbeeld we hebben in de vorige les superpositiebeginsel geleerd. In de les daarvoor de wet van Kirchhoff doorlopen. Dus je leert zeg maar, op verschillende manieren die stromen uit te rekenen. Wat je later heel handig kan gebruiken in diverse situaties. We gaan kijken naar de voor jullie opgestelde stappenplan. Stap 1, stroomrichtingen kiezen. Dus dat we dan aangeven, stroom I1 loopt zo, stroom I2 loopt zo en stroom I3 gaat vanaf. Het maken van rondgangen. Opschrijven wat we tegenkomen. Vereenvoudigen van de vergelijkingen. Gelijkstellen van de vergelijkingen en oplossen van de vergelijkingen. En als laatste, als je nog niet bent geabonneerd op mijn YouTube-kanaal, doe dat dan nu voor meer van dit soort video's. We gaan kijken naar een vraagstuk. Ik heb weer dezelfde waarden overgenomen als in de vorige lessen, zodat je goed het verschil kan zien tussen de verschillende methodes en jezelf ook kan oefenen hiermee. De vraag leidt als volgt: bereken de stromen I1, I2 en I3. Knooppunt A. Stroomrichting aangeven. Eerste wet van Ampère. Stroom is gelijk aan 0. Om straks onze antwoorden te controleren. Ik maak een rondgang. Echter, maak ik niet zomaar rondgang. Ik maak een Maas-rondgang. En ik noem deze ook IA. Van Maas-IA. Doe ik ook hier. Maasstroom IB. Rondgang IA. Opschrijven wat ik tegenkom. Nu moet je goed opletten, want dit is even wat anders dan Kirchhoff. We gaan lopen. We komen tegen 850 iA. We komen tegen 1000 ohm iA. Echter, loopt deze maastroom loopt tegen onze maastroom iA in. En daarom moeten we ook min 1000 ohm iB noteren. Dus dat is het enige dingetje, zeg maar. Dus deze maastroom loopt er tegen in. We kijken niet naar deze stakstromen, daar doen we nu even voorlopig niks mee. Echt, we zijn bezig met maastromen. En als laatste noteren we natuurlijk, de min 20 volt van de spanningsbron is gelijk aan 0. En dit was de tweede wet van Kirchhoff. Vervolgens breng ik de 20 volt naar de andere kant toe. En dan tel ik deze maastromen bij elkaar op, want dat kan zijn gelijk. Dus 1000 ohm IA plus 850 IA resulteert in 1850 IA. Min 1000 IB is 20 volt. Klaar. Nu gaan we rondgang B opschrijven. Bij rondgang B begin ik hier. Ik begin met lopen. Ik kom 1000 ohm IB tegen. Maar uh, Maastroom IA uh, komt zeg maar tegen mij in. Dus daarom moet ik die ook noteren als min 1000 IA. En uiteindelijk plus 425 IB plus 15 volt is 0. Ik kijk nog steeds niet naar deze stakstromen. We zijn echt bezig met Maastromen. Onthoud dat. Vervolgens breng ik die 15 volt naar de andere kant toe en dan tel ik de IB's bij elkaar op. Dus 1000 Ohm plus 425 is natuurlijk 1425 IB. Wat ik zelf ook altijd prettig vind, wat, ik probeer ervoor zeg maar te zorgen dat de IA, want IA de letter A is in het alfabet ook eerst, dat die gewoon aan de linkerkant staan en de IB's aan de rechterkant. Dus dat is wat ik prettig vind. Wat we nu gaan doen is gelijkstellen. Ik heb ze even meegenomen en ik ga ervoor kiezen om, dus wat heb ik gedaan? Om ervoor te zorgen dat deze 1000 om gelijk wordt aan die 1850, dat ik hier precies 1850 heb staan. Dus dat doe je dan zo door middel van deze breuk. Hoef je niet iets anders van te maken, gewoon dit. Dus deze eigen zelfde waarde hieronder en je wilt er 1850 van maken. Dus dat doe je dan zo, maar je moet wel elke waarde hierin vermenigvuldigen met die breuk. Dus nadat dat te hebben gedaan, komt dat er dan zo uit te zien: bovenste doe je gewoon een keer 1, die neem je als het ware gewoon over. Bam, nu hebben we dus 1850 IA ook hier staan. En om hier 0 van te maken, moeten we deze twee van elkaar aftrekken. Dus de optelling wordt een aftrekking, zeg maar. Als ik het goed heb verwoord. Dus we krijgen min. 1850 min 1850 is gelijk aan 0. Nou, doen we het dan hier ook. Min 1000 ohm min min 26, 36, 25 ohm. En dan 20 volt min 27,75 volt is. Bam. Nu hebben we het dus uitgerekend. En nu kunnen we dus heel makkelijk IB uitrekenen. Whiteboardje erbij. IB is dus min 7,75 volt gedeeld door 16. 3625 Ohm. Is min 4,74 mA. En nu wil ik dat we met z'n allen gaan kijken naar het volgende. Want maastroom IB is min 4,74 mA. Dat klopt. Echter gaan we nu kijken naar onze takstroom. Deze maastroom gaat tegen onze takstroom in. En daarom klapt het zeg maar weer om. Dus het wordt 4,74 mA. Van min wordt het positief, omdat hier deze maatstroom zo gaat en onze takstroom gaat zo. Dus nu pas kijk ik naar de takstromen. Vervolgens kunnen we Ia uitrekenen. Uh, even kijken. 20 volt. Dan breng ik dus die 1000 ohm naar de andere kant toe. Dan wordt het dus plus zoals ik het hier heb gedaan. En dan moet je nog steeds wel goed opletten dat je stroom Ib invult. En niet denkt van ik ga nu stroom I2 invullen. Dit is echt voor de bepaling van I2. Dus nadat ik het heb gedaan komen we daaruit op 8,25 mA. En vervolgens wil ik dat we nu hier naartoe gaan kijken, want stroom IA loopt gewoon in dezelfde richting als stroom I1. Dus I1 krijgt gewoon letterlijk de waarde van IA, 8,25 mA. En om aan stroom I3 te komen, doe je stroom IA min IB. En dat resulteert dan in 8,25 min min 4,74 mA is 12,99 mA. Nu gaan we dit controleren. Is dus 8,25 plus 4,74 mA erin min 12,99 mA eruit is gelijk aan 0. En zou je misschien denken van ja, maar waarom doe je dit eigenlijk, et cetera, et cetera? Je moet gewoon logisch nadenken, want er gaan twee stromen in en dan je moet wel op een waarde van 12,90 mA uitkomen om hier een 0 uit te krijgen. Dus zo kan je voor jezelf controleren hoe dat nou in zijn werk gaat. Dit was het einde van de les. Vond je het leerzaam? Laat een like achter. Druk op die abonneerknop voor meer van dit soort video's. Ik zie jullie in de volgende les, die gaat over de knooppuntmethode. En dat is dan ook gelijk de laatste methode van netwerktheorie.